Heeft Does al te eten gehad? Nee, nee. Wat wil je doen? Nou, die rotlaar, die klem steeds. Ik ben er een half uur mee bezig geweest om uit die tafel te krijgen. Dat wil je ook met al die troep? Ja, daarom ben ik hem ook aan het uitmesten. Moet je net toch eens kijken, joh. Nee. Dat showtje batterijen, ja, of ze het nog doen. Je moet eraan likken, dan ben je er meteen achter. Ja, ja. Ja, zeg, heb jij... Weet je waar de blik over er is? Ah, nee, doe maar een lol. Harry, stel het ook uit, zeg. Niet de hele boel door elkaar halen. Ja, die batterijen zijn toch leeg. Die lever ik morgen wel even in. Al die pennen, zeg. Weg ermee. Moet die pennen nou ook weg? Ja, als iedereen nou eens met zijn tijd van mijn keuken afleeft. Een spoorboekje. Ah, liep ik naar te zoeken? Ja, 76-77, weg. Oh, hier, kijk nou eens, wat is dit nou toch? Filosofische overwegingen bij historische ontwikkelingen. Oh, dat was ik aan het lezen. Oh, dat is een buitengewoon interessant boek. Je weet wat ze zeggen over de hersens, hè? Nee. Dat is een soort spier, hè? En die moet je dagelijks trainen, anders wordt het een slappe brei. Oh, en daarom zit er een geplette oliebol als bladwijzer tussen. Ja, kijk, joh. Ja. Hé, kijk nou, er is een oud filmpje. Hé, wat zou daar nou op staan? Nou, het is een oud filmpje. Misschien nog wel babyfoto's van de kleinkinderen. Oh, die breng ik gelijk naar de winkel. Dat is lollig, zeg. Het is trouwens toch lollig. Het is net of je in de schatkamer zit te rommelen van een of andere piramide. Ja, ja. Ligt er in die schatkamer van die piramide misschien ook een blikopener? Nee, nee. Waar kan dat ding dan zijn? Hé, hey, wat heb je daar? Dit? Dat is een tennisracket voor als ik me ga vervelen in de bosjes daar. Nee, Piet, het is de bedoeling dat we leven van wat de natuur ons biedt. Ja, nou, daar heb je vandaag de dag toch echt een blikopener bij nodig. Nee, ik vind het juist hartstikke leuk dat Natasja zo'n terug naar de natuur weekend heeft georganiseerd. Hè, we nemen echt helemaal niks mee. Leven van wat de natuur biedt, geen luxe, dus geen blikopener. Ja, het zijn jouw vrienden. Hè, wat bedoel je daarmee? Niks. Ik vind het alleen een beetje overdreven allemaal. Ik hou ook van de natuur, maar... Als ik het moet eten, dan heb ik toch liever vers uit blik dan vers van de struik. Nou, zeg dat morgen nog een keer en we snijden je biefstuk vers van jouw achterste. Nee, Piet, het wordt echt leuk. Ja, ja, het zal al. Ik heb er gewoon op het moment nog even niet zo zin in. Ik zit liever het weekend warm voor de televisie met Ricky. Zondag, Feyenoord Ajax. Oh, dan kan jij zeuren, zeg. Ja, vind je het gek? 3 nachten slapen, zo'n flinterdun matrasje. Alleen een stukje nylon om je te beschermen tegen de regen. Ik moet er niet aan denken. Nou, wat is dat nou weer? Dit is mijn Rambo-mes. Dat is perfect voor survivalen. Je kan er dieren mee villen, je kan er vis mee schoonmaken. Piet, het is juist de bedoeling dat we leven in harmonie met de natuur. Op een humane manier. Ja, nou, ja? Dit ding is vreselijk humaan. Denk je dat een vis het leuk vindt als je hem bijt terwijl hij nog leeft? Bleh. Heb je wel eens geprobeerd om een levend konijn op je bord te houden? Piet, je kan echt zeuren en zaniken wat je wil, maar je gaat gewoon mee dit weekend. Denk je dat ik het altijd leuk vind dat ik weer eens mee moet stappen met die studievriendjes van je? Zo, deze blijft thuis. Wat heb je nog meer voor rotzooi meegenomen? Een radio. Feyenoord Ajax. Echt niet. Piet. Wat is dit nou weer? Een kruik? Piet, wees toch eens een vent. Ik ben een vent. Ik ben een vent. Ik ben net zo stoer als welke kerel dan ook. Maar ik ben wel blij dat je even een beetje ruimte in mijn rugzak hebt gemaakt. Nou heb ik tenminste plek voor mijn giraffenslokjes. Piet. Hey, Harry. Hey Willem, heb je wat nodig? Nee joh, blijf lekker zitten, blijf lekker zitten. Nee, ik was even in de buurt, ik moest even een fotorolletje wegbrengen naar de winkel, de 1 uur service. Nee. Ik denk, nou, ik wip even langs bij Harry. Is er wat? Nou, Willem, hoe oud denk jij dat ik ben? Ja, weet ik hoe oud je bent, 54. Ja, nee, maar kijk, als je dat nou niet zou weten, zou je dat dan ook zeggen? Nou, ik bedoel, geef je mij nou 54? Nee. Oh, dat zou ik je nooit gegeven hebben. Dat ben ik fijn. Nee, ik had je zeker 59 gegeven. Wat zeg je nou? Ah, ja, nee. 42, is dat dan goed? Nee, je zit te liegen dat je barst. Hey, waarom zit je ineens zo te emmer over je leeftijd? Nou, kijk, er was vanmorgen een vrouw in de zaak. Ja. En Maria was er ook. En die vrouw vond het zo leuk, vader en dochter in één zaak. En ze schat hem over de 65.
Ja, maar jij hebt ook een zwaar leven achter de rug, hoor, ja, Harm. Ja. In die kop van jou zitten zeker twee levens. Ja, nou zeg. Ja, maar die rimpels, dat bevalt mij helemaal niks. Joh, rimpels voor een man, dat is hartstikke interessant. Oh, ja? Ja, mijn vrouw legt het anders. Als die rimpels heeft, een grijs haar is oud en verlept. Maar man, dat is gedistingueerd. Dat heeft karakter. Ja, ja. Joh, kijk naar mij. Ja, ja, nou, Opa, wij gaan tot maandag. Ah, ja, 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 kind. Dag. Mwah. Zou je een beetje voorzichtig zijn? Ja, 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 ja. Oh, ik heb een paar receptjes voor je opgeschreven. Met brandnedel en wilde paddenstoelen. Oh, wat lekker. Dank je wel, opa. Ja, je weet toch wel welke paddenstoelen je wel en niet kan eten, hè? Sommige zijn giftig. Ja, dat weet ik. Maar ik heb echt een hele perfecte methode uitgevonden. Ik geef ze eerst aan Piet. En als hij omvalt, moet ik ze niet nemen. Ja, nee, maar opa, ik heb een gidsje waar alles in staat. Ook verstandig. Even wat gebeurt er? Wat is dit nou weer? Zal ik even een takelwagen bellen of zo? Kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier, kom eens hier. Ho! Zeg, Piet? Ja? Weet je wel zeker of je alles bij je hebt? Harry! Juist, op dit punt worden Poppers filosofische verschillen met de fundamentele... Hallo, Wil. Ja, ik heb de foto's terug. Ja, ik ben even bezig. Ja, maar dit is belangrijker. Oh. Ik weet namelijk absoluut niet wanneer die foto's gemaakt zijn. Oh. En wie erop staan is me volkomen een raadsel. Ja, het is een oud filmpje natuurlijk geweest. Ja, misschien ben je herinnering kwijt. Hè? Wie ben ik? Hé, wat zijn we geestig. Laat eens kijken. Ja, hier. Ja. Wat ziet die Victor er nog jong uit. Ja, dat wel, ja. Jij was nog niet eens helemaal grijs. Ja, wat wil je? Ik was een jaar of 25, misschien 30. Zo. Ja. Maar wie dit zijn of dat zijn, ik weet het nog niet. Ik heb geen idee, hoor. Ik kende jou toen nog nauwelijks. Nee. Het is een soort feestje, hè? Ja. En ze zien er allemaal uit alsof ze... bezopen zijn, ja. Behoorlijk veel plezier hebben, ja. Ja, die ken ik wel. Dat is Dirk. Ja. Dat is Jaap. Ja. Ja, en dit is mijn neef Jan. Ja. Maar ja, die andere, ik zou het bij God niet weten. Nou, vraag het eens aan Dirk of Jaap of je neef Jan. Oh, dat is een goed idee. Ja, dat gaat ik even doen. Sorry dat ik je wakker heb gemaakt. Ik zat te lezen, Willem. Tuurlijk. De hersens aan het trainen. Ja. Piet, eten! Ik ben kapot gestoken hier, joh. In tekenfilms zien insecten er altijd zo lief en schattig uit. In het echt zijn het krengen. Niet zeuren, eten. Ja, sst. De muggenfamilie aan de overkant van de rivier weet nog niet dat ik er ben. Wat is dit voor een stinkende troep, joh? Ja, die stinkende troep is jouw eten, Piet. Oh, ik dacht dat dat was om de muggen op een afstandje te houden. Nee, het is een soep van zonnebloem en zuring met een vleugje basilicum. Oh. Zo. Gadverdamme. Het lijkt wel of er een stinkdier in heeft gezwommen. Ik dacht dat jij een recept van opa Harry mee had gekregen. Dit is een recept van opa Harry. Tenminste, dat geloof ik. Op de weg hier naartoe is dat papiertje een beetje nat geworden en de inkt doorgelopen. Dus de verhoudingen kunnen niet helemaal kloppen. Oké. Nou ja, ik wil niet lullig zijn, maar dit sla ik even over. Heb je een toetje? Ja. Kijk. Wilde bessen. Mag ik nog een kopje soep, schat? Ja, en de volgende is een mollig mannetje met blond haar, gladgeschoren kin en een beetje irritante grijs op zijn bakkers. Hé, wat? Nou ja, daar gaat het over. Hé, Jaap, dan zie ik je volgende week, gaan we lekker borreltje pakken. Oké, dag hoor. Zo, dat vond ik hartstikke goed idee van je. Ja, welk? Ik heb er zoveel. Nou, dat ik Jaap even moest bellen. Oh, ja, dat was leuk. Het was gezellig om zijn stem weer eens te horen. Dat zette mijn hersencellen weer even aan de arbeid. Ja, nou zijn het er nog maar twee die ik moet vinden. Ja, ik begrijp niet waar je zo over kan opwinden. Nou ja, dat is toch heel logisch. Je wordt ineens geconfronteerd met een episode uit je leven waar je je niks meer van kan herinneren. Nou, zo te zien had ik een enorme lol. Ja. Maar ik kan me er niets van herinneren. Nou, en op ons millenniumfeest had je ook enorme lol. En op 1 januari kon je het ook al niet meer herinneren. Maar Harry, ik wil het me juist herinneren. Ik wil me alles herinneren. Hier. Ja. Hallo, hier is Harry. Hé, meneer Stevens. Nou, u ziet er jonger uit, hoor. Vandaar energieker. Nou, je hebt het verteld van vanmiddag. Maar, nou, ja. U hoeft zich echt geen zorgen te maken over uw uiterlijk, hoor. U ziet er pat. Tent uit voor een man van net in de 60. Net in de 50, meneer Buijs. Jij zei net in de 60. Nee, 50.
Oh, nou ja, goed, wat dan nog, hè? U ziet er goed uit, hoor. Ja, nou, we zijn nou eenmaal zoals we zijn, hè? Ja, dat vind ik ook, joh. En al die, hoe heet dat, die liposucties, die... Hè? Ja, dat vet wegzuigen. Weet je hoe ze dat doen? Met een stofzuigertje. Dat gaat mij ook een beetje te ver, hoor. Ik heb wel besloten om mijn haar te verven. Kijk eens. De eeuwige jeugd. De ultieme haarverf voor mannen herstelt de natuurlijke haarkleur. Kastanjebruin. Nou, ik heb gekozen voor kastanjebruin. Mooi kleurtje, toch? Schijnt het toch uit? Je wil het toch niet uitzien als een eikenhouten deur. Trouwens, je moet blijven verven, hè? Want het grijs gaat er weer uit groeien. Ja, dat kan me helemaal niet schelen. Ik doe het toch. Ja, nou, moet je zo. Tering, hé, wat is dit nou? Ja. Ja. Zo, hé, ben jij dat? Ja. Nou, dan kan je nou toch eens zien wat een kleurtje in je haar toch voor een verschil maakt, hè? Je ziet er 25 jaar jonger uit met zo'n kleurtje. Ja, maar ik was er ook 25 jaar jonger. Oh, en wie zijn die anderen dan? Ja, dat weet jij dat misschien? Herken jij iets? Ja, zeker. Nou ja, kijk, dat is de kroeg. Ja. Het schele paard, ja zeker. Oh, nou, dat is fantastisch. Hartstikke bedankt, joh. Je kan ernstige irritatie veroorzaken. Ja, dat weet ik wel, maar toch blijft het een echt gabbertje van me. Nee, ik bedoel, ik lees de gebruiksaanwijzing net. Heeft u gezien wat erin zit? Nee. Nou, het zou mij niks verbazen als na het wassen het haar spontaan uitviel. Kastanjebruin of niet? Nou, dat moet ik natuurlijk ook weer niet hebben, hè? Nee, dat moet je zeker niet hebben. Ga dan naar een echte kapper, laat het daar verven, anders loop je voor paal. Ja, er is er een op de binnenweg. Nieuwe, heel trendy. Echt iets voor een schone jongeling als u, meneer Stevens. Ja hoor, fijn hoor, meneer Buijs. Shit. Ze kunnen normaal mensen niet slapen. Anna kan niet slapen. Hey, Anna. Best wel opwindend, hè? Zo terug in de natuur. Hey, Anne, vind je niet? Piet, hou je kop nou. Laat me slapen. Nee, het is toch lekker spannend. Hey, Anne. Nee. Ah, joh, doe niet zo flauw. We hebben nog nooit een tentje gedaan. Nee, Piet, hou je kop. Anna. Als je me nou... Dan val ik ze lekker in slaap. Doe, Anna. Nu zo flauw. Anna, dan slaap ik zo lekker. Anna. Laat Piet zijn gang gaan. Dan kunnen wij eindelijk ook eens gaan slapen. Spiegeltje, spiegeltje op de toonbank. Wie is er mooier dan Reinoud Oerlemans? Nou, ik weet niet. Hey, Harry. Hey, Willem. Oh, dag meneer Buijs. Meneer Stevens. Oh, je ziet er een stukje vrolijker uit dan laatst. Ja, vind je het gek? Ik ben net bij François geweest. Ah, de kapper? Nee, de hairdesigner. Compliment hoor. Je ziet er een stuk jonger uit, hoor. Ja. Laat de achterkant eens zien. Nou, hij heeft nog niks gedaan. Oh. Nee, maar ik kan je wel laten zien hoe je eruit gaat zien als het gedaan is. Oh, ja. Hoe dan? Ja, nou, ga even zitten. Ja, wil ik wel even weten. Kijk, dat gaat allemaal per computer. Ze maken een foto van je en dat stoppen ze dan in een computer en dan kennen ze precies de koep laten zien. Zoals je eruit ziet nadat het gebeurd is. Ja. Maar jullie moeten mij wel even helpen kiezen natuurlijk. Dat is heel belangrijk. Tuurlijk, nou, daar gaan we dan. Laat maar eens kijken dan. Deze. Kijk eens, want het is net Herman Brood. Ga je de pop zien? Nou, leuk hoor. en deze? Dit is Willem-Alexander. Majesteit. Jongens, even serieus. Dit is een hele serieuze zaak. Kom maar. Ja. Hey. Volgende. En deze dan? Nee, dat zou ik even niet weten. Wie is dat nou toch? Bette Midler. Ja, dat is goed voor een filmcarrière. Ja, nou. En deze? Ach, wat een lievertje. Maatje van Wegen. Ik vind wel dat het veel jonger maakt, vind je? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En deze dan? Kijk nou. Dat is Barend en Van Dorp. Waar is die andere? Nou, leuk hoor. Nou, en hebben we ook nog deze? Ook weer hazes. Ja, nou, hè, jongens. Nou, als we dat toch van de geintjes lopen te maken. Dit is de zus van Nicole. Oh, lekker ziek. Ziet er zo uit. Ja, nou, zo ongeveer. Nou, en deze hebben we ook nog. Dat is de zonnekoning, hè? Ja. Louis XIV. Ja, ja.
Maar deze vind ik zelf erg leuk. Kijk. Deze. Oh, dat is André van Duin. Ja, nou, aan jullie heb ik ook niks hoor. Nou, het is goed. Noemen ze kiezers, hè. Ja. We hebben hem op zijn teentjes getrapt. Ah, joh, kom. Ach, nee. Meneer Stevens, trek het u toch niet aan. Ja, dat is maar een grapje. Ik heb hele mooie bloemkolen. Fijne, hartstikke leuk, hoor. Ja, opa, maar ik vroeg me alleen af of Piet jullie misschien gebeld had, want ik had mijn mobiele uitstaan. Ja, we zijn ook samen aan het kamperen, alleen we zijn Piet kwijtgeraakt vanmorgen tijdens die wandeltocht. Nee, opa, maak je nou maar geen zorgen. Oh, daar heb je hem al! Oké. Ja, ik ophangen. Dag! Joh, waar zat jij nou? Ja, nou, ik was helemaal de weg kwijtgeraakt, joh. Ja. Ik heb echt uren lopen dwalen en, zal je eerlijk zeggen, ja. Het was best eng. Ah, lieve. Ja, ik wist helemaal niet meer waar ik was. Ik heb voor mijn gevoel uren in de rondjes gelopen. En elke keer als ik een tak hoorde breken, dan schrok ik me dood. Ik durf je zweren dat ik een wolf heb gezien. Echt? Echt. Ah, ik had echt beter op je moeten passen, hè, schat. Hey. Waar smaak jij nou naar? Niks. Wel waar? Wat is dit? Wat is wat? Dit? Oh, snackbar de vette hap. Ja, hoe komt dat er nou? Oh, ja, hoe komt dat er nou? Wat ben jij een rotzak, zeg? Wij de hele morgen lopen wandelen en dan ga jij gewoon friet zitten eten en frikandellen en kroket. Ja, maar ik was wel heel milieubewust, want ik heb het papiertje niet weggegooid. Ja, nee, dan krijg ik ook honger. Wat een takkenweer, zeg. Pijpenstelen regent het. Ongelooflijk. Maar ik heb wel een van de geheimzinnige figuren van de foto kunnen identificeren. Zo, nou gefeliciteerd, Sherlock Holmes. Ik ben even naar het schele paard gegaan en het baarkeeper wist gelijk wie ik bedoelde. Oh ja. Hij was het zelf. Oh ja? Ja. Hier, kijk. Hey, ja, kijk, schijn het toch uit, zeg. Je duwt me al anderhalve dag die foto te pas en te onpas onder mijn neus. Ja, wat geeft het nou, man? Nee, dan moet ik alleen die andere nog vinden. Ja, dat zal wel. Hé, hey, kijk nog eens goed, kijk nog nee, eens goed. Nee, alsjeblieft, zeg. Weet je wat jij eens moet laten doen? Nee. Jezelf laten nakijken. Ach, hé, we zijn wel grappig. Nee, toe, Willem. Gezien jouw kennissenkring is dit waarschijnlijk een hoogst irritante man die je zelfs niet binnen zou laten als hij aan zou bellen. En dat heb je 30 jaar verdrongen en nu ben je erachter, nu is het gelukt. En wat denk je daar dan van? Nou, het is goed met je. Ik dacht eigenlijk dat jij degene was die zei dat je elke dag je hersens moest trainen. Ik doelde op intelligentie, Willem. Niet op de koppigheid van een ezel. Rust, Karin. Ja, tot morgen, Wouter. En waar heb jij de hele avond gezeten? Bij McDonald's, Burger King, Pizza Hut? Nee. We hebben bij het kampvuur liedjes zitten zingen. Had erbij moeten zijn. Geen zin. En die Wendy die had champignons gemaakt, gevuld met tomaten en met kruiden. Was echt heerlijk. Ja, en ik heb een kampvuur gemaakt. Goed, hè? Ja. Is er iets? Voel je het lekker of zo? Oh, jawel. Nee, gaat prima. En straks gaan we lekker in de regen een wandeling maken. Hé, mee? Nee. Ja, jij wou toch zo graag terug in de natuur? Het lijkt wel of je het niet zo leuk meer vindt. Oh, jawel. Ik vind het heel erg leuk. Nee, ik ben gewoon heel erg moe. Maar ga dan mee wandelen, joh. Daar knap je van op. Nee. Zachtjes stikt de regen tegen hoe vaak moet ik het nou zeggen? Je kan niet zingen. Echt wel? Mag ik even storen? En juist op dit punt worden Poppers filosofische verschillen met de fundamenten. Heb het nou weer, Willem? Harry, ik word er compleet gestoord van. Ik word er gek van. Jij wordt er gek van? Ja, ik weet maar niet wie dit kleine ronde mannetje is. Willem. Ja. Het is nou eenmaal een feit ja. Dat ons geheugen ons lichtelijk in de steek laat naarmate wij ouder worden. Dat is iets wat je moet accepteren. Ja, dat is nou het verschil tussen jou en mij. Jij accepteert het, ik accepteer het niet. Mijn geheugen en mijn verstand zijn altijd vlijmscherp geweest. Ja. Ik moet dat weten. Ik weet bijvoorbeeld nog precies de eerste keer dat ik... Dat je wat?
Verrek, wat wou ik nou zeggen? Ja, zie je. Nou, zo is het leven. Nou, hier. Ja. Ik ben nog geen één bladzij opgeschoten. Ja, maar dat is ook oerzaai. Ja, maar dit is ook oerzaai. Laat ik je dat vertellen. Zou je denken dat dat het is? Ja. Ik geloof trouwens ook niet dat ons geheugen ons in de steek laat. Nee. Ik denk dat wij wat selectiever worden. Wat zeg je me nou, selectiever? Is dat het? Ja. Ja? Selectiever. Oh, dat moet ik onthouden. Wat is dit? Wat is dat? Blijf staan. Ik waarschuw de politie. Oh, die taart is lekker. Hé, hey Anna, wat doe jij hier? Oh. Zeg, wat doe jij hier? Jullie zouden pas maandag terugkomen. Ja, joh, dat weet ik ook. Maar ik had het echt helemaal gehad daar, joh. Oh, die mensen zijn zo zijig. Die zitten maar rond dat kampvuur te ouwe hoeren over demonstraties die echt geen ene moer hebben uitgehaald. Ze dromen nog steeds van een maakbare maatschappij. Hoor je dat, Willem? Onze kleindochter is volwassen. Ja. Ja, en dat terug naar de natuur, dat gedoe, joh, dat werkt op mijn zenuwen. En het was te koud en helemaal niks te eten. Hey, maar, en waar is Piet? Ja, die zit daar nog. Oh. Ja, ze gingen een wandeling maken van 15 kilometer in de regen. Jongen, zeg wat een lol. Nee, maar ik heb mijn kussen heb ik in slaapzak gestopt, zoals het lijkt dat ik slaap, hè? En dan ga ik nu eventjes ontzettend veel eten en lekker douchen. En dan sluip ik wel weer terug en dan merkt Piet helemaal niks. Maar dan moeten jullie wel je mond houden, hè? Ja, natuurlijk. Moet je wel even wachten, want al het warme water is op. Nee, ja, Piet, wat doe jij hier? Nou, ik denk dat hij hetzelfde hier doet als jij, hè? Ja, ik kreeg het in mijn rug van die harde grond en al die stekende beesten. Nee, maar je vond het vandaag toch al een stuk leuker? Ja, dat komt omdat ik vannacht hier ook heb geslapen. Oh, wat gemeen. Moet je horen wie het zegt. Lieve schat, straks ga je lekker douchen, gaan we naar bed. En morgenochtend na een uitgebreid ontbijt sluipen we terug, pakken de tent in, zeggen iedereen goeiedag. Ja, nee, maar dat is niet eerlijk. Jij wilde zo nodig de politiek in. Ik bereid je er alleen maar op voor. Zondagavond, hier, Feyenoord Ajax. Oh ja. Harry, we hebben bezoek. Ken ik u, jongeman? Ik ben het, Harry. Verrek, Harry. Ja, hoe vind je het? Ja, Cindy en Annette, die... Wie zijn Cindy en Annette? Nou, Cindy en Annette van de Kapper. Oh. Nee, van de hairdesigners. Ja, nou kijk, die vonden het zo fantastisch. Die zijn met mij de hele avond wezen stappen. Nou, en een aandacht dat ik kreeg, niet te filmen, joh. Maar waarom praat je zo moeilijk, mis dat komt door mijn corset, dat knelt een beetje. Begrijp je wel? Wat is er met hem aan de hand? Oh, dat is zo'n lang verhaal. Nee, kijk, en die meiden van de kapper die... Van de hairdesigners. Ja, nou, maar die zei dat ik ook zo sicky moest nemen, net zoals u, meneer Buijs. Want dat was erg trendy, zeiden ze. Ja, dat vond ik ook, hoor. Ja. Ik weet niet of het jou wel staat, hoor. Nou, jongen, geef het. Hij kan het er altijd weer afscheren. Ja, dat is waar. Ja. Verrekt, er afscheren. Huh? Ja, ik verstond je de eerste keer ook wel, Willem. Ik weet ineens wie dat laatste mannetje van de foto is, maar we waren zo besopen dat ik kon het me niet meer herinneren. Ja, wie dan wel? En je had volkomen gelijk. Het is een akelig mannetje. Ik zou hem niet in huis willen hebben. Werkelijk? Nee. Zo. En bovendien had hij gezegd dat als zijn dochter ging trouwen met de zoon van een linkse vakbondsleider, hij zijn baard ging afscheren. Ja, Harry. Jij bent diegene op die foto. Nee. Dat was de vrijgezellenavond van Victor. Oh, nee. Ja, kijk maar. Nee, dat kan niet, hoor. Dat kan niet, helemaal niet. Dat is niet. Thank you.